Goedemorgen, het is heel erg vroeg in de morgen. Ik sta op station Den Haag-Hollandspoor aan de nieuwe kant. Hier is een hele nieuwe ingang gebouwd. Ik ga vanaf hier de grens over richting België en ik doe dat via Roosendaal. DNS hebben hun oude dubbeldekkers van de eerste generatie allemaal gemoderniseerd. En dat betekent dat de tweede en de derde generatie inmiddels aan de beurt is om gemoderniseerd te worden. Dit is de tweede trein die in dienst is gekomen van de Firm M23 serie. Het lijkt enigszins op de eerste verbouwing, maar er zitten toch best wel wat verschillen in. De vloers zijn weer van hout en het toilet is ook weer hetzelfde, behalve dan dat hij het urinoir mist. Wat ik wel best jammer vind, want dat vond ik echt ideaal. Maar hier zitten andere stoelen in, veel comfortabel vind ik. Zowel in de tweede als in de eerste klas. De eerste klas doet me zelfs een beetje denken aan de ICE4. Lijkt er eigenlijk best wel op qua stoel en qua vorm. Ik vind het echt een hele grote vooruitgang. De komende tijd zul je veel meer van dit soort treinen zien. Ze zien er van de buitenkant ook anders uit. Dat is het nieuwe huisstijl van de NS. Een soort flow, dat gebruiken ze in de reclames en weet ik veel overal waar. Dat ga je steeds meer zien, maar je zult steeds meer van dit soort treinen rondzien. Ze hebben stromen, alleen USB-poorten. Ik vermoed omdat er in deze treinen nooit rekening is gehouden met echt schakelkasten voor stopcontacten en zo. Maar goed, het is in ieder geval een goede vooruitgang. Marcel Rick de Geert, station Goed, welkom in Roosendaal. Hier staat de stoptrein van de NMBS in de richting van Antwerpen en eindbestemming Puurs. Ik had eigenlijk veel meer willen filmen hier, maar ik heb nog maar een paar minuutjes. Omdat veel te heel wat gedoe was met het ticket. Normaal kun je een GoPass kopen, tegenwoordig heet dat een Youth Ticket. Dat is een vast tarief om door heel België te reizen als jongere. Maar die kan ik nu niet uit de automaat krijgen. Misschien omdat het voor 9 uur 's ochtends is, maar geen idee. Dus ik heb nu een gewoon jongere korting ticket gekocht. Die is een paar euro duurder. Voor de reis die ik wil maken. Nou, dat is dan maar even zo. En dan krijg je een ticket uit de automaat en dan kom je niet door de poortjes heen. Dus ik weet niet wat daarom de bedoeling van is. Misschien dat daar handige dingen voor zijn, dan kan iemand dat vast in de comments achterlaten. Ik vind het in ieder geval heel wat gedoe. Ik heb de trein in ieder geval gehaald, ik stap snel in. Welkom in deze NMBS-trein richting Antwerpen dus. Dit is een treinstel van type AM75. Varkensneus worden ze geloof ik ook wel genoemd. Ze waren eerst Bordeaux-rood, hebben ze heel lang gereden tot hier in Roosendaal. Inmiddels zijn ze allemaal gereviseerd, ze hebben dit type banken gekregen. Ik vind het niet de beste stoelen die er zijn. Maar goed, het zit. De kussens zijn in ieder geval nog wel redelijk dik. Deze trein die rijdt elk uur tussen Roosendaal en Puurs via Antwerpen Centraal. En is daarmee een handige verbinding, zeker omdat hier allemaal regionale kaartjes geldig zijn die niet in de Intercity Brussel geldig zijn. Dus dat is misschien een reden om deze trein te nemen, als je het juiste tarief uit de kaartautomaat kan krijgen, wat mij niet is gelukt. Deze trein gaat dus naar Antwerpen en ik blijf er lekker in zitten. Oh ja, nog een handige tip voor als je een hele dag weg bent geweest in deze treinen. Er is stroom aanwezig op een aantal punten hier helemaal aan het begin. Ze zijn een beetje gestopt. Maar ze zitten erin, dus mocht je telefoon leeg zijn, je kunt ze hier opladen. Deze trein heeft ook eerste klasse. Vroeger waren dat hartstikke mooie plusse stoelen. Tegenwoordig zijn dat eigenlijk gewoon dezelfde stoelen als die wij in de tweede klas hebben in de DDZ. Maar dan met een iets netter stofje.
Ik vind het geld niet waard. Dus voor deze verbinding hou het geld in je portemonnee en ga lekker tweede klas zitten. Aangekomen op, vind ik, een van de mooiste stations in heel Europa. Station Antwerpen Centraal op spoor 23, dat is onderin in de kelder. Je hebt hier drie verschillende niveaus aan treinen. Dit is het niveau voor de treinen allemaal richting Nederland. Dus je hebt hier de trein, de stoptrein naar Puurs en dus weer terug naar Roosendaal. En de Brusselaar, de Intercity richting Breda. Aangekomen op station Gent-Sint-Pieters, is het centrale station van Gent. Station Gent-Sint-Pieters is een heel bijzonder station, vind ik, want het is midden in verbouwing. Je hebt hier deze oude sporen waar het perron heel laag ligt, dus het is echt een enorme instap richting de trein. En aan deze kant zijn ze een gloednieuw station aan het bouwen, maar dat duurt echt al een hele tijd. De 2 jaar dat ik hier nu niet ben geweest, denk ik dat ze 1 spoor verder zijn gekomen. Maar goed, ik stap hier nog over op de trein naar Knokke. Aangekomen in Knokke, voor mij en ook voor de trein het eindpunt van deze reis. Vanaf hier neem ik de kusttram, dat is de langste tramlijn ter wereld. Die video die is al af, die vind je hierboven ergens verschijnen en die kun je meteen daarna kijken. Tot zover ook deze video over de serie De Grens Over. Ik ben via Roosendaal de grens over gegaan. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Het is een handige manier om de grens over te gaan, zeker gezien de tickets. Ik vermoed dat het GoPass ticket inmiddels alleen nog maar in België verkrijgbaar is. Dus in dat geval zou je een kaartje van Roosendaal naar Essen moeten kopen en in Essen verder reizen met een GoPass. Ik weet niet helemaal zeker, de mensen in de comments zullen het vast inmiddels al hebben uitgepluist. Kijk daar vooral. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.